Ja, dit is een hele mooie start. Zag je raam hier samen? Het is een liedje, hoor. Hey, leuk dat jullie kijken. Welkom bij dit nieuwe seizoen. En we beginnen gelijk met een goeie, want iedereen is aan het wachten wat we eigenlijk nu met Lucie willen gaan doen, ja. Toch? Nou, vandaag gaan we voor de eerste keer beginnen met Lucie. Wat is de bedoeling? We gaan kijken of we Lucie haunted krijgen. Nou, er zijn een heleboel mensen die beweren dus dat poppen haunted kunnen zijn. Nou, Lucie is absoluut niet haunted. Het is gewoon een normale pop. Ja, gedaan. Maar wij gaan in ieder geval proberen om haar haunted te krijgen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ook. Dus blijf vooral kijken. Dit was de bedoeling, maar het viel jammer genoeg in het water door ongewenste bezoekers. We wisten dat Robin op bezoek kwam. Hij was namelijk bezig met zijn eigen video, een challenge. Die video zetten we de link van in onze description box. Maar de groep die daarna binnenkwam stormen, die zorgde ervoor dat we heel veel materiaal niet konden gebruiken. Deze groep ghost hunters, sensatiezoekers, hadden de grootste moeite om ook maar een beetje stil te zijn. En als je afspreekt dat je maar even blijft, dan moet je ook maar even blijven en niet de hele avond rond blijven hangen en lawaai lopen maken. Maar goed, we hebben toch geprobeerd om contact te leggen en dit is wat we in ieder geval wel konden bereiken. En met Lucie zijn we nog lang niet klaar. Veel politie op weg. Ze moeten niet voor ons hier zijn. Balletje. Ik zou die niet hier zo voor de ingang zetten. Er verschijnt iets bij de rempot. Het is niet de rempot zelf, anders zou deze continu in beeld zijn. Wat bij de... Deze verschijning hebben we iedere keer op deze locatie waargenomen. Dat kun je zien in eerdere video's. Nou, wij zien, of ik zie, dat je heel nieuwsgierig bent naar dat apparaatje met dat rode lampje. Ja, dat apparaatje inderdaad. Maar we hebben iemand voor je meegebracht. We hebben een pop voor je meegebracht. Misschien dat jij dat leuk vindt. Zou je eens bij die pop in, dankjewel, in de buurt kunnen komen? Ja, dat is lastig, hè? Ja. Kun je die pop aanraken? Stammen.
Goeie avond. Nou zeg. Goedenavond. Hallo. Hey, hoe is het? Goed hè? Lang niet gezien. Ja. Hey. Leuk man. Lieve. Ja, goed je te zien. Hoi, Bianca. Hoi. Hallo. Hey. Goed? Ja. Nice. Fucking leuk. Hoeveel locaties hebben jullie gehad? Is het de tiende of elfde? Hoe is het nu met de kelder? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik ga er nog steeds niet in. Nog steeds niet? Nee, ik heb net staan kijken zo van... Ja? Ja, nee. Zullen we eens even een rondje doen door het huis? Want we hebben nog niks gezien. Probeer de verlichting naar die kant een beetje weg te halen. Oké. De kant van de bank. Daar zien we het maar daar. Dan wachten wij hier even. Ja? Ja. Oh, ze wat naar buiten. Ja. En dan komt er ineens een andere groep naar het château gewalst. Nee, loopt die man buiten rond. Loopt die man buiten rond, hè? De politie. Ik zie het niet. Ze zijn zelfs zo luidruchtig dat je ze buiten hoort praten via onze equipment binnen. Dat is wel een heel sterke verlichting. Mm-hmm. Het zijn mensen. Die hebben geen politie. 4 man. We zijn nu naar beneden gelopen. Moet je daar kijken. Daar. En nog iemand. Met een rugtas. En nog iemand. En nog iemand. Dat is een hele bende. Het zijn een stuk of 8 man. We laten de andere gasten in de kelder klooien en gaan zelf naar de tweede verdieping waar we ons onderzoek gaan starten. Dan pak ik de camera even mee. Hebben we nog iets? Nee, dat was hem. Ik maak even een zo. Goed, gaan we naar boven. Dat werkt niet echt met zo'n steel, hè? Ik heb hem niet thuis, maar... Ja. Maar is het niet omgegaan op de stad? Nee. Ik ben een paranormaal onderzoeker, noemen ze dat of zoiets? Geen cameraman. Pas ze door de deur? Ja, pas ze... Ja, nee. Dat is een heel hoog shot. Wat, hè? Dat is daar, daar naar binnen. Waar ik overnacht heb, daar naar binnen. Ja? Ja? Hier heb ik de hele nacht heb ik hier gezeten. Nee, dit is jouw Bloody Mary spiegel. Oh ja, die, ja. Even kijken of we een mooi camerahoekje hebben.
Niet. Ja. Jij kwam genoeg. Ik ga het even boven met de night vision camera zitten. Ja? Ik weet niet. Die in de kamer met die huur wat. Met die. En ik heb 2 meter mee. Ja. Oké. Ik ga even kijken, hè? Doei. Bang zijn voor Maurice dan voor wat ik al is dat zo? Ja, jullie maar. Ja, ja, bereid me dan een kans dat je dat op onderzand genomen hebt. Ja, dat is geen zin. Dat klopt. Schiet de scheur al. Ja. Ik zie zo'n vertellen. Ik zit nu helemaal in het donker, in mijn eentje. Beneden zitten de anderen. En waarom zit ik hier? Kijk, ik zal even omdraaien. Zo. Even kijken. Waarom zitten we hier in het donker? Omdat het hier apart aanvoelt. Ik zit hier nu alleen. Dus je kunt rustig naar me toe komen. Vind ik helemaal prima. Ik zie helemaal niks. Behalve wat hier in het schaampje te zien is. Dus ik heb 2 meter daar liggen bij me. Dus als je wil, als je daar bij dat groene lampje in de buurt, ik zal even omdraaien. Even het schaampje omdraaien. Zo. Als je nu bij dat groene lampje daar in de buurt komt. Dan wordt dat groene lampje, komen er meer. En dan kun je het zelfs tot rood laten gaan. Zou je dat voor mij kunnen doen? Dus even laten zien dat je er bent. Ik doe je niks. Ik ben hier niet om iets vervelends te doen of zo. Ik wil alleen maar met je praten. Zou je eens naar een lampje kunnen gaan daar? Bonjour. Je m'appelle Maurice. Beweging. Dan is dat natuurlijk lastig. Ik hoor je bewegen, kan dat? Je hoeft met dat groene lampje hoef je niks te doen, je hoeft er maar in de buurt te komen. En dan gaat dat knipperen en dan komen er meer lampjes. Meer doet het niet. Oké. Ik hoor om me heen wel van alles. Het nadeel is dat daar geen ramen meer in zitten. Zie je? Die ramen staan open. Hm.
Ik ga gewoon eens rondlopen. Met een night vision cam natuurlijk. Ik wil goed kijken waar ik ga staan. Of het verstandig is, weet ik niet. Ik ga deze even hier halen. Ja, hoor je Bianca en Robin en zo. Die zijn hier beneden. Het is overigens ook heel druk in het huis hier. Daar is een andere groep. Koos en Tos. Zo, deze kamer is lekker creepy door die kamer. Dan even op de vloer kijken. Voeten zet. We gaan hier niet te lang blijven. Als hier iemand is, zou je dan eens bij dit groene lampje kunnen komen? Laten we hopen dat dat druppels waren. Als je bij dat groene lampje bij mijn arm komt, dan weet ik dat je de band moet, dan gaat hij knipperen. Dan gaat hij misschien zelfs naar rood. Het zal hun wel zijn. Als het goed is, ergens de badkamer. Ik weet niet of het verstandig is om hier doorheen te lopen zonder lamp. Dus ik ga toch even de lamp aanmaken. Niet omdat ik wil voetelen, maar omdat hier de vloer heel slecht is. Daar komt heel veel water binnen. Ik zal het even laten zien, kijk. Hier zit geen raam meer in. Kijk, dat bedoel ik. Dan misschien hier bij de badkamer. Ik heb hier een groen lampje bij me. Zou jij die willen aanraken? Dat lampje doet je niks. Het laat alleen maar zien dat je er bent. Oh, ik heb die kant weer geleid. Kijk, ik zal jullie laten zien. Het licht wat hier schijnt, dat is infrarood. Het is geen echt licht. Ja, het zal druppels zijn. Toilet. Kun je misschien in de spiegel verschijnen? Achter mij. Zou je dat durven? Zou ik misschien de camera zo houden? Zou je achter me kunnen verschijnen? Vanuit de spiegel. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Niks. Soms zeggen ze ook wel eens dat een spiegel een portaal is. Maar deze nu net niet, denk ik, of zo.
film ik dat van deze rare hoek, als mensen dat afvragen. Anders hebben we reflectie. Het is misschien zo rustig. Durft er iemand achter me nu te gaan staan? Dat was raar. Huh? Zal het licht zijn? Nou ja. Zoals je ziet, hierboven is niet veel activiteit. Ik zet de lamp weer even aan voor deze vloer. Dat is echt geen veilige vloer. Mooi uitzicht. Nou, dan gaan we maar proberen naar beneden toe. Kijken of ik de trap kan vinden zonder dat ik val. Ik zie de treden helemaal niet. Waarom klonk het alsof er iemand achter me aankwam? Even video checken, VP. Geluid. Net alsof er iemand achter me loopt. Ik heb daar een pop neergezet. Als je die pop interessant vindt, dan raak eens dat apparaatje met dat rode lampje aan. Zie je dat de camera erbij? Ja, dit is gewoon echt heel raar. Het lijkt net of iemand in de pop zit en de rempot iedere keer wilt aanraken. Kijk. Ja. Ja. En ook wel redelijk bij het andere balletje. Ja, ik houd hem vast. Ja. Hij vindt die pop wel leuk. Vind je die pop leuk? Ja. Kom eens bij die pop weg. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar tegen het balletje aan het schoppen, de rempot vast aan het pakken en naar de K2-meter. Best interessant. Oeps. Balletje dan het makkelijkste? Ja. Oh, wauw. Ja, dit is wat ik je zeg, ik snap er niks van. Hij gaat met zijn armen gewoon zo naar die rempel. Ja, ik zou het zeggen. Maar hij gaat los, daar gaat niet af. Nee. Raak het apparaatje met dat rode lampje eens goed aan, zodat hij afgaat. Zodat hij gaat piepen en er meer lampjes gaan branden.
als je hier bent, zou je dan eens een lampje af kunnen gaan? Doe je niks? Kom alleen. In vrede, zoals ze dat netjes zeggen. Robert Kaal. Waarom is het hier zo raar? Oké. Daar wordt eigenlijk gespiegeld aan. Als hier iemand is, zou je dan alsjeblieft of je hier kunnen laten zien? Hier is het lekker warm. Het is allemaal zo... 15, joh. Ja, allemaal zo hitsig als maar warm, man. Dan zitten ze allemaal op een rijtje. Ja. Ik kwam de trap af. Ik kwam de trap af en het was gewoon alsof iemand achter me aan de trap afkwam. Die geluidsopname, die moeten dat checken. Ja, hier lijkt het alsof Lucy beweegt op de... Ja. Lucy heeft een rare kapsel op dit moment. Wil je nog een keer proberen boven staan de stoel? Dan kun je weer eens een keer in het pikken donker. Ik zal alleen niet gaan lopen daar. Het is wel lijp. Misschien hebben de anderen daar dadelijk ook wel eens zin in om dat te ervaren. Ja? Ja, maar eerst dan. Ik ga dadelijk niet boven zitten. Ja? Ja, de badkamer die in de spiegel, ik had vanuit dit zo in de spiegel gefilmd, maar dan moet je hem hoog genoeg houden, anders reflecteert de dingense verlichting, zeg maar. Ja. Maar dan zie je ook van alles achter je eens bewegen. Ja. Dus ik hoop dat het op de camera staat allemaal. Ik ga deze even stopzetten voordat die... Ja, jij als eerste? Wat, hè? Ja, die beneden lopen, die zijn nu in die kamer beneden ons zien. Ah, oké, okay, ja. Die hebben zoiets. Volgens mij neemt hij op, hij neemt op. Ik heb
puur een beetje aan het luisteren of misschien wat kan horen. Maar nog niks per se. Oké, ik hoor wel dingen. Ik weet nou niet of dat gewoon een geluid is die een huis maakt. Klinkt echt weer heel dom, maar het klonk een beetje alsof... Weet je wel, als je bijvoorbeeld opstaat en je hoort je kleding langs elkaar schuren of schuiven. Later hoort Maurice dit geluid langs hem gaan. Alleen heeft hij op dat moment geen filmequipment bij zich. Dus moeten we het bij een persoonlijke observatie houden. Ik kan mezelf ook gek maken of gewoon iets horen wat gewoon niks ermee te maken heeft. Grote kans. Ik blijf gewoon die hoek van de kamer filmen waar ik dat hoorde. Je weet me nooit. Never know. Ik ga zo meteen ook even lopen hierboven op zolder. Ik denk dat ik mezelf gewoon gek maakte met dat geluid, als ik eerlijk ben. Oh. Oké, ik ga even lopen. Ik hou de lamp uit. Ik ga gewoon puur met de night vision lopen. Oh, dit is weer echt heel dom. Kijken of ik dit überhaupt kan. Oh, ik loop al bijna tegen de deurpost aan. Oké, ik doe wel even de lamp aan. Even snel. Even cheaten. Ik ga even snel cheaten, mensen. Ik heb de lamp aan. En lampje gaat boom uit. Oké, hier ben ik niet echt blij mee. Hier is de spiegel. Oh, ik kan mezelf niet zien. Oh, what the fuck? What the fuck? Mijn hand trilt. What the fuck gebeurt hier? Oké. Oké, ik ga de trap af. Ah, ik zie oprecht helemaal niks. Ik ga de trap af met night vision. Oh fuck no, ik hoor een geluid. Ik doe de lamp aan. Ik hoorde dat, ouwe. Hallo? Ja, dit klinkt weer zo ongelooflijk dom, man. Het was echt alsof ik één voetstap hoorde. Misschien kan ik het geluid namaken. Het klonk niet echt alsof gewicht hierop stapte, maar het klonk wel alsof een voet werd neergezet. Oh my god, ik word het weer, bro. Recht onder mij, recht naast mij eigenlijk. Oké, ik loop naar beneden. Fuck dit, ik ga het even tegen Maurice zeggen ook. What the fuck, man. Oké, dat was gekraak van het ding zelf. Ik denk dat het heel veilig is.
Dat was een leuk avontuur, fucking hell. Hè? Dat was een leuk avontuur. Hè? Hè? Ik liep met de lamp aan naar de badkamer toe. Toen leek hem daar uit. Toen ging ik even rondfilmen. Toen ging ik in de spiegel, gewoon wat je zei. Mm-hmm. En toen leek het net alsof ik iets in mijn ooghoeken zag, dus ik schrok direct. Toen leek mijn lamp aan. Toen liep ik naar de trap toe. Ik denk ik ga dan met mijn lamp uit, gewoon met een night vision de trap aflopen. Ik sta boven aan de trap en ik hoorde gewoon alsof een voet werd neergezet. Ja, dat is in die kamer richting de badkamer. Dus ik liep naar die kamer toe. Ik denk ik ga er dan ook heen. En ik sta daar en echt gewoon recht naast mij weer alsof een voet werd neergezet. Echt, ik maak no joke. Heb je hem opgeslaagd? Heb je hem uitgezet? Ja, ik heb hem net uitgezet toen ik hier kwam. Oké, prima. Beeldig? Ik ga wel. Oké. Okay. Dan kunnen wij hier nog eventjes door. Het voelt niet echt alsof er gewicht achter een... Nee, dat is niet. Hier voel je het vibreren. Dat voel je boven ook. Als je zo'n gewicht er al boven zet, dan voel je de hele vloer trillen. Nee, dat was echt gewoon alsof je het geluid van een stap hoorde, maar alsof er niet echt veel gewicht achter zit. Ja, vrouwelijk. Dat is heel raar. Lichtgewicht. Ja, of geen gewicht of zo, maar wel een stap of geen gewicht. Ga je zelf? Ja. Al uitkijken met open. Ik dacht dat ik nog wat hoorde, maar volgens mij heb ik mezelf daar al gek gemaakt. Ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk een beetje relativeren, maar op zich, je kunt het wel benoemen, dan kunnen we het checken. Als het niet is, is het niet. Ja. Als het wel is, is het misschien wel. Als ik over een uur niet terug ben, dan... Bloedig. Bloedig of bloedig? Ik hoorde zo'n stap naast mij als het ware. Een bloedig. Nou, ik ben hier alleen. Is er iemand of iets wat zich kenbaar wil maken? Hoef geen bang, ik doe jullie niks. Nou, ik zit hier, ik doe niks, doe je niks, daar hoef je geen bang voor. Er zijn al twee man voor mij hier geweest en die hebben allebei voetstappen gehoord. En nu zou ik die eigenlijk ook willen horen.
Dus mijn vraag is, kun jij een geluid voor mij maken? Zou je voor mij een geluidje willen maken, alsjeblieft? Je kunt lopen, ergens op tikken. Desnoods ergens mee gooien, dat mag voor mij ook. Had jij vroeger problemen met je luchtwegen, met je ademhaling? Of heb jij een hartaanval gehad? Of hartproblemen gehad? Ja. Mijn naam is Bianca. En ik ben een beetje nieuwsgierig wie hier nog is. Misschien wil je me dat vertellen. Of wil je dat beneden duidelijk maken? Dat kan. Dat mag. Nou, ik denk dat ik terug naar beneden ga. Wat de mannen allemaal gehoord hebben, dat hoor ik niet. Even kijken dat ik nergens tegenop loop. Maar dat heb ik vorige keer hierboven ook gehad. Dat je mij aan de kelder... Ik zat hier op een gegeven moment zoiets van, moet nu weg, want ik krijg daar geen lucht meer. Ik heb weer het idee dat het hier te veel mensen zijn. En dat het hier gewoon te... Stakker. 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 En ja, beneden zijn ook bezig, dus... Ja. Huh? Staat er iemand bij de deur? Ja. Welkom. Kom binnen. Steek voorzichtig. Ga dood. Ja, zwaar. Dit is waar. Ja, dat is zwaar. Hallo, dame. Ik ben zelf even mijn fetus daar. Wat denk jij? Kijk, een lang persoon staat bij de deur. Oh, daar ben ik van. In de andere. Ja, een heel lang persoon. Dus dat het dezelfde is wat normaal aan, nee, aan de kamerdeur staat. Mogen we je niet zien? Ja,
Niet kleiner. En weer zien we gedrag dat we eerder op deze locatie zagen. Dus lijkt het erop dat we met dezelfde entiteiten te maken hebben. Een lange man en een kleintje. Oh, ik zag oprecht, no joke, ik zag iets. Daar heb je die witte deur en dan de witte deur. Niet de zaklamp op de deurkamer. Hier. Nee, ik zag oprecht een donker figuurtje boven, in de, boven de deur. Zeg maar, staat daar een camera op? Hoogte van mij. Staat daar een camera op? Gericht neer, hè? Het was geen schaduw of zo, het was echt donkerder dan dat. Maar het was heel klein. Als je toch daar lopen, Bianca, luister eens of die al klaar zijn met een flauwkul. Ja, of ze al klaar zijn met een hokuspokus. Geen kans om naar te luisteren, maar ze praten zoveel dat je het niet eens kan verstaan. Kunnen het proberen. Maar mensen, iemand bedankt voor het kijken. Helaas hebben we vandaag niets vast kunnen leggen. Wat ons antwoord hebben. Die zijn klaar. Wat wil je? Ze hebben in ieder geval niks gevonden. Die zijn nou af aan het sluiten. Ja, lieve mensen, ja, helaas hebben we niks kunnen ontdekken. Bye bye. We gaan toch een Estes-sessie doen. En dit is wat daaruit kwam. We hebben hier dus Maurice en Bianca opgezocht en we zijn gewoon ontvangen met een cadeautje. Holy shit. Even hier staan, want mijn stem is te hard anders. Stel maar gewoon je vragen, hè. Hoor je ons, Bianca? Voetstappen. Pardon. Verontschuldigt zich misschien voor die voetstappen achter jou. Huh? Verontschuldigt zich misschien voor die voetstappen achter je. Dat je daarvan geschrokken bent, net. Oh, ja. Ja, help. Laat me. Hoeveel energieën of entiteiten zijn er in dit huis? Is niet zo. Ik zou gewoon als mensen praten. Hm? Ik zou gewoon mensen vragen. Entiteiten en zo, dat soort woorden. Dat... Met hoeveel zijn we in dit huis? Met hoeveel zijn jullie in dit huis? 3. Wat zijn jullie namen? De vorige keer was het 7, wat is er met de 4 anderen gebeurd? Wie? 4. Wat is er met de 4 anderen gebeurd? De vorige keer was het 7. Ga weg. Zijn zij weg of moeten wij weg? Wij blijven. Stop. Klaar. Nee, we zijn nog niet klaar. Nee, we zijn nog net begonnen. Wat is de naam van... Schuur. Bouwval. Persoon. Zijn jullie hier nou met z'n 3 of met z'n 7? Hier zo niet. Maar dan wel.
Wat is dat? We hadden het over iets. We hadden het over met hoeveel zijn jullie hier? Nee. Kom. Waar moeten we heen komen? En wie moet waar heen komen? Haard. Kamer. Badkamer. Ja. Oh mijn god, daar worden die voetstappen in de deur. Moet ik naar de badkamer? Enige. Moet ik als enige boven naar de badkamer waar een voetstap naast mij werd gezet? Was jij dat? Moet ik dat? Eén, ja. Later. Ja. Ja. Wil je dat ik daar nu heen kom? Je gaat. Ja, wat de f... Oké, ik ga gewoon. Ja, hoor. Gewoon doen, niet bang zijn. Blijf maar hier. Oh nee, je mag ook met me mee trouwens. Bedankt. Ja, ga maar. Ga je nu met Terug. Robin? Ga je nu met Robin mee, zelf? Ja. Niet bang zijn, gewoon gaan. En hier vergeet Maurice dus een camera mee te nemen. Ik ga wel mee. Maar ik blijf op afstand. Zien we je zo weer terug? Links. Links van mij? Of ben je links gegaan door de deur? Jij. Moet ik weg? Drie. Doe nou. Wil je dat? Pas op. Waarvoor moet ik oppassen? Zeer doen. Zeg, niemand gaat mij zeer doen. Omlaag. Nee. Duwen. Weer komt er een stukje terug wat we al eerder tegenkwamen. Dit stukje verhaal lijkt continu op te duiken. Lars en Bas zijn niet bekend met het verhaal wat we tot nu toe gevonden hebben. Ben je geduwd in de badkamer? Ja. Ben jij ook diegene die van de trap is afgevallen? Trap. Heb je nog steeds pijn door alles wat er is gebeurd? Nee. Gelukkig maar. Daar zijn we blij om. Duwen. Wie heeft dat gedaan? Jongen. Een jongen. Weet je zijn naam ook? Ja. Wil je die vertellen? Maurice. Maurice? Nee. Nee, oké, dat dachten we al. Is die jongen hier ook nog steeds aanwezig? Robin. Robin en Maurice zijn bij de boven. Stop. Moet je naar Robin en Maurice toe? Wil je daar verder? Ja. Zal ik ophouden met vragen stellen? Nee. Oké. Vind je het nog steeds gezellig met ons? Horen. Is er een reden waarom je hier nog steeds bent? Is het een eigen keuze? Ja. Eigen keuze. Vind je die nog steeds fijn door alles wat er is gebeurd? Ik snap dat het lastig is. Bianca. Ga. Nu. Te veel. Ben je blij dat Robin nu weer terug is? Stoppen.
Ben je blij dat Robin nu weer terug is? Wil je verder een gesprek met Robin? Duwen. Drie. Voetstappen. Dat is wat er met gebeurde met Robin. Bij de badkamer had hij door en toen is hij daarheen gegaan. Maurice is nog boven, die staat nog bij de badkamer. Stop. Wil je dat we naar de open haard beneden gaan? Is dat een betere plek? Kom eens. Maurice moet komen. Kom eens, Ryan. Baby. Ben jij de baby? Dan zag je al heel klein op de camera. Jongen. Niks zeggen, vandaag zeg ik je wel even wat die jij beneden was. Achter haar. Er is maar één haar hier en dat is Bianca. Groot. Er is niet maar één haar. Oh, Lucy. Pas op. Nee. Of? Diegene... Toen jij net beneden was, was ik toch boven blijven staan. Ja. Ik hoop dat ik het in de geluidsopname hoort. Ik stond gewoon waar ik... Dus stond toen jij naar beneden ging, in dat hoekje. Ja. En het was gewoon alsof iemand in een ruisende jurk gewoon langskwam, hè? Langs op de gang. Dus je zag dat je voelde een... Nee, het glijdt. Je hoorde net alsof iemand gewoon met ritsende... Ja, toch? Met een ritsende jurk. Ik ga je even kennen. Oké, wacht even. Help! Daarom zeg ik, ze is niet de eerste haar hier. Kerel. Hart. Proberen ze een verhaal eruit te halen. Ja, daar waren we mee bezig. Want het gaat nu een beetje alle kanten op. Heb je een favoriete kleur? Laten we eens een keer ergens anders over beginnen dan over de nare dingen die je hebt meegemaakt. Nou, mag ik vragen of die heeft gemerkt of ik boven ben? Siad! Ik ga even kijken of er wat op uitkomt. Heb je een favoriete kleur? Kleren! Favoriete kleur voor je kleren. Welke kleur was dat dan? Kun je een kleur vertellen? Opnoemen. Wat voor kleren heb je aan? Oh Maurice, stout het. Nee, even. Nee, met die jurk. Wat voor kleren heb je aan? Wat draag je nu? Nee. Wat draag je nu? Aan haar. Wat heb je aan? Mensen. Lijkt me stuk. Ed Gein, het is Ed Gein. Ja, dat is wat je niet mag niet zien. Dat is helemaal wel. Wat heb jij aan? Kun je me dat vertellen? Jurk. Slapen. Nacht. Nachtegaal, nachtenjurk. Slaap. Dood. Pom. Nachtjapon. Ja, ik zocht het woord op. Geel. Ik hoorde je terug. Geel. Heb je gemerkt dat ik naar boven ging toen je vroeg of ik daar naartoe kwam? Heel snel. Nee, Maurice. Nee, Maurice. Oh. Ik bemoei me niet zo weinig mogelijk met het gesprek. En anders is het zo van, ja, maar jullie spreken dat naar elkaar. Niet voor jullie, maar nee, bij viewers. 10. Trap. Heb jij mij ook naar de kelder gestuurd de vorige keer? Ben jij dezelfde?
Klein. Kom. Voel je ook alleen hier? Mooi. Heb je hier ook vrienden? Aardig. Zou je anders mij nog een keer je favoriete kleur?